Beste kinderen allemaal in Nederland, blijf ons supporten hier in Brazilië. En vergeet ook niet ZEFSport te blijven kijken. Daar gaat hij. Oeh, ja, heel mooi. Mooi, 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 mooi. Vergeet af en toe de sambalballen te gebruiken. Oh, wat een bal! Heb je alleen al die vrije trap gezien van hem? Hey Ron. Hey Sascha. Geniet je nog een beetje? Het WK is fantastisch, man. Veel doelpunten, Nederland zelf. Ik denk dat het Nederland zelf daar heel ver gaat komen. Nou, wacht even. Er zijn natuurlijk nog wel een aantal hele sterke landen, hè? Brazilië, Duitsland, Argentinië. Argentinië. Hij zegt Argentinië. Argentinië was niet om aan te gluren, man. Missie is uit voor hem. Ja, dat is maar aan. Heb je alleen al die vrije trap gezien van hem? Die bal zijn ze nog aan het zoeken. Hoor, ja. Als ik op die afstand sta, is het gewoon een zekerheidje. Wat een bluffer ben je toch ook, hè? Ik weet dat jij van de 5 ballen er niet 4 in krijgt. Oké, ik weet het mooi gewoon. Met muur, hè? Met muur. Met keeper schiet ik er 3 van de 5 van dezelfde afstand schiet ik erin. Nou, dat vind ik een hele goede deal. Afspraak, die staat. Ja, toch? Als het niet lukt, dan ga je in zijn geheel... Van top tot teen in de modder. Ja, want dan sla jij een modderfiguur. Ja. Ik sla een modderfiguur en als het me wel lukt... Ga jij het strand schoonmaken? Nee, ja, dat staat. Oké. Okay. Lukt hem niet. Sas? Ja, nou ophangen. Ik moet de volgende wedstrijd zien. Wacht, doei! Yes. Moet ik dit omdoen? Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. En doe dat dan. Hoe zit je in de heupen? Best goed. Ja, heel goed. Dit is namelijk het sambalbal. Hou vast. Deze mag je omdoen zo. Voilà. Het gaat om dat je niet je handen mag gebruiken. Ah, oh, oké. Okay. Ja, heel goed. Het bedoeling is om dit balletje van de ene kant in de andere kant te sturen, zal ik maar zeggen. Okay. Ja, we beginnen hier. Ja. En dan, dit is lastig, dit is het heuveltje. Ja. Dan ga je hap. Als je hier komt, moet je hem eruit halen, ga je naar de strafbank. Hij moet uiteindelijk... Jij gaat hem eruit halen? Juist. En dan, hij moet uiteindelijk hierin. Ja? Okay. De beste tijd, 37 seconden, Tim Krul. Okay. Ben je er klaar voor? Zodra ik het balletje loslaat, gaat de tijd lopen. Okay. En start, daar gaat hij. Oh ja, heel mooi. Mooi, 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 mooi. Vergeet af en toe de sambalballen te gebruiken. Dit is een speelstunnel. Je bent er door, ja! Oh, dit is lastig. En dan komt de wind omhoog. En daar gaat hij. Ja. Oh, mooi, hij is op het veld. Hij is op het veld. Prachtig, prachtig. Nu linksom en dan gaat hij naar rechtsom. Hij gaat nu echt het veld in. Heel goed. Denk op putje. Ja. Putje. Ja, ga door. Ja, is goed. Nee, hij moet hier door. Hij moet daar doorheen. Ja, ik dacht dat... Hij is langs het putje. Daar gaat hij nu. Ja. Daar komt hij. Oeh, hij gaat terug. En daar... Ja. Dit is een hele, hele slechte tijd. 66. 46. Vond je het leuk? Ik vond het wel leuk, ja. Hij vond het verschrikkelijk om het te zien. Ja. Ik dacht dat ze hem hier eigenlijk doorheen moesten. Ja, dat zeggen ze allemaal. Was slecht. Slecht, hè? Ja, maar dit is de slechtste. Ja, wel de slechtste tijd. 46 seconden. Tim Krul staat nog steeds op nummer 1 met 37 seconden. Hoe zou het eigenlijk met Sascha gaan? Kijk, ik ben natuurlijk niet helemaal achterlijk, hè. 3 van de 5 vrije trappen in het doel. Dat wordt lastig, dus ik heb de hulp ingeschakeld van 2 mensen die hebben onderzocht hoe je het beste een vrije trap kan nemen. Chip en Thijs. Goedemiddag, jongens. Ja, Thijs. Hey, vertel, hoe kun je het beste een vrije trap nemen? Nou, wat wil je? Ik wil een doelpunt maken. We gaan eerst even kijken hoe jij schiet. En dan gaan wij met camera's filmen wat je aan het doen bent en hoe de bal draait. Dan gaan we een analyse maken en dan kijken we of het daarna gaat lukken. Ik ga hem toch een poeier geven, hè. Die zat wel, hè? Die zag je nog niet. Heb je hem goed of niet? Ja. Die was lekker. Die stond eens wel te kijken, hè? Dit is je schot. Nou, dat is toch een aardig schot. Ja, dat is een aardig schot, maar wat voor lijn is dit? Een rechte lijn. Hij ging nu gewoon vol in het gezicht van de muur. Ja. Wat zou je dan aan mij meegeven als tip? Niet te hard schieten en heel veel draaiing proberen te geven. Stefan, hoe is het om bij het Nederlands elftal te schieten? Ja, geweldig natuurlijk. Ja, toch, hè? Is het eten goed?
eten is heerlijk. Het eten is heerlijk. Ja, heel goed. Word je goed verzorgd? Word je uitstekend verzorgd. Heb jij nog een bijgeloof? Nee. Goeie vraag. Ja? Niet? Niet echt, eerlijk gezegd. Normaal gesproken heb ik altijd dezelfde bokser aan. Alleen bij het Nederlands heb je... De bokser aan? En, Oh, boksershort. Timmy kwalijk. Ja, ik zit even te denken. Nee, dit is een andere. Kijk, bij het Nederlands elftal krijg je een andere. Ja, moet je aan, hè? Die moet je aan. Ja, moet je die aan. Maar deze brengt ook geluk. Ze brengen allebei geluk. Dankjewel, Bob. Gisteren maakte Huntelaar een prachtige tekening. De vraag is, wat maakt hij? Dit is hem. Dat kan je waar zijn. Ja. Kijk eens goed. Ik ga vanaf staan, even kijken. Kijk eens goed. Hè? Je weet het al, hè? Nee. Is het, heeft het te maken met voetbal? Ja. Oh. Antwoord moet zijn, een voegschop. Verschijnt jouw naam hieronder in beeld. Ben jij dat? Dan ben jij de winnaar van een echte Huntelaar. Kan boven je bed hangen. Gefeliciteerd. Check onze website met de leukste WK-filmpjes. Win prijzen met handtekeningen van de Oranje Spelers. En download het wedstrijdschema. www.zapsport.nl/WK. Houd je? Ja. Dat was mooi. Dat was prima, hè? Ja, ziet er goed uit. Nou, hier zie je dus jouw laatste schot. Mm-hmm. Eigenlijk inderdaad op dezelfde plek. Want je ziet, naarmate hij lang onderweg is, neemt de snelheid af. En dan buigt hij dus telkens meer af. Ja. Zie je, dus het is belangrijk dat je niet al te hard schiet, zodat hij meer afbuigt. Hier zie je hem in de lucht. Ja. Je hebt dus, je ziet wel dat hij draait behoorlijk. Maar het kan nog net iets meer. Oh! Wat een bal! Dat was een mooie bal, hè? Ik ben er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. De muur staat ongeveer. Ja, ik denk dat hij nog iets dichterbij kan. Ja, oké, iets dichterbij kan. Zo. Oh, hier ligt die bal. We moeten er wel voor zorgen dat, dat ook die muur niet beweegt. Hierom, hoe gaat het? Ja, goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, jij krijgt de wisseltrofee. Okay. Alsjeblieft, hij is voor jou. Dankjewel. Mooi, hè? Ja. Ja. Welke speler van Oranje heeft het hardste schot? Ja, willen we dat weten? Ja, moet je best, moet je vertellen. Klaar. Volgens Jasper Sillissen heb jij het hardste schot in je. Oh. Ja. Nice. Dus gefeliciteerd. Goed, hè? Hoe voelt dat? Ja, hoe, waanzinnig. Mooi, hè? Ja. Waar komt hij te staan? Ah, weet waar. In de keuken, bij thuis. Dat is even vervelend, dat is een wisseltrofee. Je mag er maar een dag bij hebben. Oh, maar een dag. Nou, dan zet ik hem op mijn kamer en dan geef ik hem morgen weer aan je terug. Ja, want aan jou de vraag is, wie is in Nederland, van het team van, bij ons, de beste kopper? Die krijgt beste kopper? Denk een nachtje over, kom ik morgen bij je terug. Ja, is goed. Zit dan lekker op je kamertje, ja. Dankjewel. Heerlijk. Top. Ja, goed, hè? Ja. Succes. Dankjewel. Hopsa! Bam! Dat is één. Ah, drie geschoten, één raak. De volgende twee moeten erin. Ja, ja! Hopsakeetje, twee. Allerlaatste. Twee gescoord van de vier. Vol op de kruising. Ja, hier ben ik ziek van, jongens. Ja, we hebben ons best gedaan. Flink balen, jongen. Jongens, dank jullie wel. Graag gedaan. Hey. Jammer. Dit is geen Copacabana. Het is ook niet echt een modderpool. Ja, doe jij me maar. Waarvoor? Ja, moet wel, hè. Daar ga je. Oh! Help, help, help. Oh, dit is koud. Ja, dit is koud. Tijdens het WK is Zapsport er elke dag. Als ik echt heel nodig echt, zou moeten. En het is de eerste speelpas 3 minuten. Ja, dan zou ik toch op een gegeven moment naar binnen moeten rennen, denk ik. Ja. Als kinderen het ook thuis kunnen raden, die kunnen dan een echte derdeljanmaat boven hun bed hebben. Dat is een heel leuk idee. Hier maar blijven. Ik zit even te denken van hoe ga ik het tekenen. Morgen om 5:05 op Nederland 1. En om 6:10 op Zet. Kijken dus.